Hoi, ik ga jou in dit filmpje laten zien hoe jij zelf een eigen juwelendoosje kan knutselen van wc-papier en duct tape of wc-papier met servetjes. Leuk om te maken om daar je ringen of je ketting of armbandjes in te plaatsen. Ook leuk om te maken voor Moederdag. In een ander filmpje laat ik je ook andere Moederdag-ideetjes zien. Ik heb hier een filmpje gemaakt waarin ik een hele leuke pot heb gebruikt als decoratie. Ik zal nu voor jou in beeld een link plaatsen naar het filmpje waarbij ik je laat zien hoe jij zelf ook een hele leuke decoratiepot kan maken. Heel leuk voor Moederdag. Zie jij geen linkje in beeld? Kijk dan even bij mijn beschrijving van het filmpje en dan zal ik daar het linkje voor je plaatsen. Ik heb nog meer Moederdag-filmpjes gemaakt met leuke bloemetjes, leuke lelies die je dan zo op een rietje plaatst als bos bloemen. Hoe je ook een leuke vaas erbij kan maken. Leuke envelopjes waarin je lieve briefjes kan schrijven voor je moeder voor bij Moederdag. En ik heb ook filmpjes gemaakt waarin ik hele leuke strijkkralenwerkjes laat zien die je dan kan gebruiken als sleutel, die je dan aan je moeder kan geven voor de sleutelhanger. Nou, ik zal voor jou nu in beeld een link plaatsen naar mijn afspeellijst met al mijn moederdagfilmpjes. In dit filmpje ga ik je dus dit laten zien. Ik ga aan de slag met een wc-rol en een stukje karton. Ik heb van een wc-rol een klein stukje geknipt en een nog kleiner, smaller stukje. En een heel klein stukje van een wc-rol die ik ga gebruiken om dit te verlengen. Ga ik je straks even laten zien. En ik heb mijn wc-rol op een stukje karton gedaan en ik heb hem overgetrokken. En dit wordt dan de bodem van mijn juwelendoosje. Ik ga dus twee kleuren duct tape gebruiken. Ook van het merk duct tape zelf. Hè, van het eentje hier kun je het misschien wel zien. Ik ga dus mijn juwelendoosje beplakken met deze twee rollen. Ik heb hier een stukje van mijn rode duct tape alvast geknipt. En ik ga hem er heel netjes aan de bovenkant eromheen leggen. En aan de onderkant plak ik dan straks gelijk het onderste stukje vast. Even kijken of dit me een beetje netjes lukt. Dan laat ik hem zo iets uitsteken dat ik hem aan beide kanten een klein beetje of af kan knippen of aan de binnenkant vast kan plakken. Dit moet ik dus natuurlijk niet te vaak doen, want het kartonnetje blijft wel vastplakken zoals je ziet. Oké, ja, gelukt. Mooi. En dan ga ik hem nog een klein stukje door. Zo. Nou, kijk, ziet er al gelijk heel mooi uit. Wat ik dan doe is de onderkant er vast in plaatsen. Even op een paar plekjes losknippen tot aan het kartonnetje toe. Kijk, zo. Want dan kan ik even de onderkant er wat beter in plaatsen. En zo. En dan gaan we de onderkant er zo in proppen. Even kijken dat ik hem goed plaats. Dit is even een beetje passen en meten, zodat hij er goed op past. En daarna plak je hem gewoon zo vast. Dit wat je dan geknipt hebt, kan je er gewoon zo overheen. Het is beter om dan wat kleinere stukjes te knippen, want die plakken er wat makkelijker omheen vast. Hier zie je dus dat hij een klein stukje uitsteekt. Daar had ik hem niet zo netjes afgeknipt, zie ik. Zo, ga ik nu overal kleine stukjes in knippen. En dan kan ik het doosje makkelijk vastplakken. Niet alle
rollen plakken even goed. Je kan zijn dat je dit kan je bijvoorbeeld ook met washi tape doen. En ik weet dat niet alle rollen washi tapes even goed plakken. Nou, dan kan je bijvoorbeeld wat lijm erbij gebruiken. Meestal gebruik ik gewoon 1 seconde lijm. En dan blijft die wel heel erg mooi plakken. Kijk. En dan is dus het doosje bijna klaar. Dit doen we hetzelfde aan de binnenkant. Je kan hem ook gewoon hier netjes afknippen. Of je kan het net zo naar binnen duwen. Zoals je dus... zoals ik ook net heb gedaan. Dus dan moet je even je keuze maken. Wil je hem gewoon naar binnen duwen? Of wil je het randje gewoon helemaal afknippen? Nou, maak even je keuze. Ik zet even het filmpje stop en dan maak ik even dit stukje af. Zo, is die dan klaar. Dan ga ik de bovenkant doen. Ik knip hem los. Want de bovenkant moet hier omheen passen. En dan, omdat ik er net ductape op heb geplakt, dan kan die anders niet meer helemaal dicht. Dat zie je ook wel. En dat stukje wat ik dan tekort kom, dat ga ik er dan zo overheen plakken. Ik pak even stukjes plakband, of stukjes ductape wat ik over heb van andere werkjes. Om het even vast te plakken. En hier kun je dan weer gewoon je mooie ducttape overheen plakken. Een stukje aan de ene kant en een stukje aan de andere kant. Vaak heb ik altijd losse stukken naast mijn bureau liggen. Voor dit soort momenten. Zo. En een stukje. Zo. En dan past dit er heel netjes omheen. Een beetje te strak, iets losser. Zo. En dan ga ik ook de binnenkant vastplakken. Dan ga ik dus nu hetzelfde doen als met de onderkant. Ik ga hem op een stuk karton plaatsen, overtrekken, kartonnetje uitknippen voor de onderkant. En dan ga ik bovenkant van het doosje. En dan ga ik hem beplakken met zilveren ducttape. Kom ik zo weer bij je terug. En zo is mijn doosje klaar. Ik heb er watjes in gedaan en dan kan je dus je ring er bijvoorbeeld in plaatsen voor je juwelendoosje. Ik heb ook een ander doosje gemaakt voor mijn ketting. En die heb ik dus wat groter gemaakt zodat een grotere ketting daarin past. En die heb ik beplakt met een servetje wat ik heel erg mooi vond. Ik hoop dat ik jou goed heb kunnen laten zien hoe jij zelf ook je eigen juwelendoosjes kan maken. Abonneer mijn YouTube kanaal voor nog meer creatieve ideetjes. En tot de volgende keer. Doepa doep.